Goedenavond, kijkers thuis, mensen hier in de zaal. Welkom bij dit GGZ-college. Over zelfdoding wordt nog vaak in verhullende termen gesproken. De NS meldt een aanrijding met een persoon. En in rouwadvertenties moet je vaak tussen de regels doorlezen om een beetje een idee te krijgen wat er werkelijk aan de hand was. We respecteren je keuze. We hopen dat je nu je rust gevonden hebt. Als we het nog in zulke omvloerse termen over zelfdoding hebben, hoe kaart je het dan aan? Erover praten helpt. Daar zijn tal van aanwijzingen voor. Maar hoe maak je het onbespreekbare bespreekbaar? Die vraag staat vanavond centraal. Hoe kun je iemand helpen waarvan je vermoedt dat hij uit het leven zou willen stappen? Wat kan de GGZ doen? Ik stel graag de gasten aan u voor met wie ik het daarover vanavond ga hebben. Vaste waarde bij dit GGZ-college is Lex Wunderink, psychiater bij GGZ Friesland, A-opleider. Lex, het thema van vanavond, zeg je daarvan, ach, dat hebben we binnen de GGZ-sector eigenlijk wel onder de knie? Of is toch ook daar nog wel aanleiding om te kijken, wat kunnen we doen om suïcide te voorkomen? Nou, ik denk dat het zeker ook voor GGZ-medewerkers heel belangrijk is om daar nog eens goed over na te denken. En ik denk ook dat het zo'n moeilijk bespreekbaar onderwerp is, dat het ook vaak impliciet blijft. Dus hè, niet echt duidelijk aan de orde komt. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel te doen. Oké, ja. Goed. Dankjewel. Naast jou zit Mirjam van den Akker, wijkverpleegkundige, werkzaam bij het gebiedsteam van Harlingen. En de gemeente Harlingen heeft hulpverleners zoals jij een training aangeboden om te leren hoe je suïcide bespreekbaar kunt maken en het daarmee mogelijk kunt voorkomen. Nou, we gaan straks van jou meer horen over hoe die training dan wel was. Kan jij misschien eens een voorbeeld geven? Wat kom jij als wijkverpleegkundige soms tegen aan mensen van wie je het vermoedt of heel duidelijk kunt merken? Ja, nou ja, ik heb zelf al iemand begeleid die ook zich suïcidaal uitte. En ja, daar heb ik het met haar over gehad een aantal keren. En dat deed je zo? Of? Ik ben wijkverpleegkundige met een GGZ-achtergrond. Dus in die zin was het voor mij niet geheel op het grond en terrein. Maar ik ben van mening dat je altijd nog dingen daarin kan leren. Dus nog steeds. Oké, goed, dankjewel. En dan ook aan tafel Fenna de Jong. Jij bent werkzaam bij het FACT Plus team van GGZ Friesland en van Verslavingszorg Noord-Nederland. Ja. Als ervaringsdeskundige. Nou kan dat begrip heel veel dingen betekenen binnen de GGZ, maar in jouw geval betekent het ook daadwerkelijk dat je ervaring hebt met een suïcidepoging. Ja, klopt. Ja. Ja, daar wil jij het vanavond openlijk met ons over hebben, wat we zeer waarderen. Misschien even nu om te beginnen, hoe lang geleden was dat, speelde dat? Dat is meer dan 10 jaar geleden. Oké. Ligt het echt ver achter je? Staat je leven er nu heel anders voor? Ja, zeker. Okay. Ja, dat ligt heel ver achter me. Mooi. Ja. Goed. Nou, we gaan straks wel met jou terug in de tijd. Ja. Oké, dankjewel. Nou, en mijn naam is Katja Westra. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Heerenveen en vanavond gespreksleider bij dit college. Voor de kijkers thuis hebben we om te beginnen een kijkersvraag. Waar we later in de uitzending op terugkomen. En die luidt als volgt. Welke vraag zou jij stellen als je het idee hebt dat iemand uit het leven wil stappen? Je kunt dus op die vraag reageren. Hè? Wat zou jouw vraag zijn? Rechtsonder in beeld zie je 2 icoontjes. Als je op het tekstballonnetje klikt, kun je een tekst intypen. En nou, wie weet zit jouw vraag dan straks bij het setje vragen wat we hier willen laten langskomen. Voordat we naar jou gaan, Fenna, als eerste om jouw verhaal te horen, zetten we even wat cijfers en feiten op een rijtje. En dat hebben we voorbereid met een filmpje. Kijkt u met mij mee. Thank you.
Lex, als jij deze cijfers zo ziet, zit er dan nog iets tussen wat jou verrast? Of zeg je van nou, het is eigenlijk wel een bekend beeld? Ik denk wel, het is een bekend beeld. En wat je ook ziet is dat het overal voorkomt. Maar dat je ook wel ziet dat naarmate je naar het noorden en naar het noordoosten gaat, Rusland bijvoorbeeld, torenhoge cijfers. Ja. Nederland zit ook nog vrij hoog, valt mij op. Vrij hoog, maar boven de Latijnse landen, ja, zeg maar. Ja. Terwijl je ook ziet dat het een beetje toeneemt de laatste jaren. En ik denk dat dat ook wel met de crisis te maken heeft. Mm-hmm. Met mensen die zonder werk raken, die een uitzichtloze toekomst hebben. Ja, wat mij ook opvalt is veel meer mannen dan vrouwen. Ja. Ook mannen in, wat was het, 50, 60, 60, 70, die leeftijdsgroep. Ja. Dat is blijkbaar dus ook een risicogroep. Ja, die mannen die zijn vaak alleen of gescheiden of hebben een vrouw op een andere manier verloren. Mm-hmm. Staan alleen, hebben vaak geen werk. Dat zijn wel factoren die een belangrijke bijdrage leveren. Dus, aan de kans op. Ja. Wat me ook opviel is dat eigenlijk ten opzichte van 2014 in 2015 over het algemeen over al die leeftijdsgroepen wat lagere suïcidecijfers zijn, behalve bij jongeren. Mm-hmm. Dat je bij jongeren eigenlijk dat ik weet niet of dat echt een verschil is wat statistisch belangrijk is. Dat zou me wel interesseren. Ja, nou, het is zeker ook iets om in de gaten te houden, lijkt me. En wat me ook, dat heb ik niet in de cijfers gezien, maar hoeveel van die mensen die uiteindelijk een geslaagde suïcide plegen, zijn eigenlijk bij de GGZ bekend. Misschien dat we daar straks nog wat meer over horen. Maar ik denk dat het eigenlijk een minderheid is. Mm-hmm. Okay, dat verwacht ik. Ja. Dus er is zeker nog wel werk aan de winkel. Ja. Denk ik wel. Nou goed, daar gaat het dus vanavond over, het voorkomen van suïcide. Maar is dat eigenlijk wel echt te voorkomen? Kun je er daadwerkelijk iets tegen doen als mensen dit serieus van plan zijn? Nou, dat hebben we gevat in een stelling. Je kunt iemand met suïcidale gedachten niet tegenhouden. En aan de kijkers thuis het verzoek om op deze stelling te reageren. Dat kan door op het icoontje rechts onderin te klikken in de vorm van een taartpuntje. Ook dat laten we straks in de uitzending terugkomen. En ook hier in de zaal kunt u zich straks over die stelling uitlaten. Fenna, als jij op deze stelling reageert, was jij in de tijd tegen te houden geweest? Nou, ik denk op het moment dat ik echt de beslissing had gemaakt voor mezelf dat ik uit het leven wilde stappen, was er eigenlijk niet iemand meer die me tegen had kunnen houden. Het was voor mij ook, ik zette een masker op en ik liet aan iedereen zien dat het goed met me ging. Maar ondertussen was je vastbesloten? Ja, ondertussen was ik bezig met voorbereidingen treffen en was ik vastbesloten. Ja. Jij wilt vanavond jouw verhaal met ons delen. En dat begint geloof ik toen je 18 jaar was. Ja, toen ik 18 was ben ik voor het eerst in behandeling gekomen bij de GGZ. Daarvoor speelde al, ik had een eetstoornis ontwikkeld, anorexia. Ik was ook al heel lang depressief voordat ik in behandeling kwam. En ik heb eigenlijk een hele jarenlang van verschillende behandelingen, medicatieopnames gehad. Totdat eigenlijk in 2006 een vriendin van mij zelfmoord pleegde. En toen ik op die begrafenis zag hoe de familie er vrede mee had en hoe zij, het was rustig en het was, mensen gunden haar die rust. En toen had ik zelf ook zoiets van, ja, dat wil ik ook. Okay. En toen 2 maanden later heb ik zelf een suïcidepoging gedaan. Ja. Ik vraag me een beetje af als je dat zo zegt, van zou die familie nu echt zo rustig zijn geweest? Ja, natuurlijk niet. Het is zo levend. Ja, en dat was misschien ook een stukje wat ik wilde zien. Ja. Je zocht rust. Ja. Kan je nog wat meer beschrijven over hoe dat dan in je hoofd is? Want je was vastbesloten. Niemand had mij tegen kunnen houden. Maar wat speelt zich dan af in je hoofd? Wat voor zinnen of? Ja, vooral ook een stukje rouw om het leven wat ik nooit meer zal krijgen. En toch wel dat ik uitkeek naar het moment dat ik die rust had. Maar ook vooral heel veel eenzaamheid. Ja, dat lijkt mij heel ook. Eenzaam voelde. Omdat ik wist wat ik zou gaan doen en ik wist ook dat ik alleen zou sterven. Ja. En dan is die eenzaamheid zo groot, maar je vastbeslotenheid wordt er niet minder om. Nee. Dus is de wanhoop ook heel groot. Ja, zeker. Ja. Ja. En dus toen heb je een poging ondernomen.
die niet geslaagd is. Nee. Omdat het, ja, je deed het niet handig, of hoe moet ik dat zeggen? Maar... Ja, ze vonden me te snel. Ja, oké. Je was vast besloten, maar het beeld dat ik er wat van heb is dat mensen soms ook een poging doen en daarin eigenlijk om aandacht vragen. Hè? Dus ja. Misschien toch wel op een dusdanige manier doen dat het niet lukt of dat je tijdig gevonden wordt. Zat dat er bij jou ook in, die dubbelheid? Nee, ik was er eigenlijk van overtuigd dat het zou slagen. Ja, ja. En het is puur toeval geweest dat ik op tijd gevonden was. Ja. En achteraf heb ik zoiets van, het was mijn tijd nog niet. En dat heeft voor mij ook een grote omkeer in mijn hoofd plaatsgevonden van, er is nog wat voor mij in het leven, want anders was ik wel gestorven. Ja, was ja. Niet gevonden. Ja. Dus, en dat heeft er voor mij in de jaren daarna voor gezorgd. Ik had nog wel suïcidale gedachten, maar ik zocht eerder om hulp. En dat was toch ergens de drive nog van, nou, er is iets voor mij nog in dit leven wat ik nog moet beleven. Dus misschien ergens ook wel een stemmetje in mijn hoofd van, nou, het komt wel goed. Okay, want ja. Anders had ik op dat moment wel dood gegaan. Ja. Ja, dus toen werd het wat, ik weet niet welk woord ik moet gebruiken, maar er waren er twee dingen aan de hand. Hè? Eerst ja. Was er maar één ding aan de hand, ik ja. Ben dood. En daarna was het van, er is blijkbaar toch nog wel wat voor mij om voor door te leven. Ja, een stukje vechtlust kwam erbij. Ja, ja. Ja. Maar ook die suïcidale gedachten nog. Ja. Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Nou ja, misschien hoe ik het nu omschrijf naar mensen toe, het was een beetje mijn nooduitgang. Maar mocht het allemaal toch allemaal niet lukken, dan heb ik in ieder geval altijd mijn nooduitgang. Ik kan er altijd nog uitstappen. Dus een beetje ja, het achterdeurtje. Bijzondere, geruststellende gedachte. Ja, ja. Hele bijzondere. Ja. 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 Maar zo werkte dat voor mij en dat heeft me op momenten ook wel geholpen. Oké, dat is ook wel weer bijzonder. Ja. Kijk even naar Lex. Nou, is dat iets wat vaker voor kan komen, dat suïcidegedachten helpend zijn? Ja, ik vind het heel, heel goed dat je dat ook zegt, want ik denk dat het heel belangrijk is. Om dat te beseffen, dat hè, als je helemaal in de klem zit en je ziet geen uitweg meer, hè, want dat moet je natuurlijk daarbij voorstellen, dat je volkomen verstrikt bent in allerlei ja. Tegenstrijdige dingen en dat je niet meer weet, dan is dat eigenlijk een oplossing, hè, een soort bevrijding misschien ja. Wel, van ja. Al die narigheid. Hè, en dat mensen die zich niet kunnen verplaatsen in die situatie, die zullen dat natuurlijk niet meteen zo opvatten. Nee. Dat je laatste redmiddel is, als het ware. En, ja. En ja. Daarom is het ook wat nu als ervaringsdeskundige binnen het team, ook als iemand zich suïcidaal uit, ik ga het gesprek niet uit de weg, ik ga het gesprek ook aan. Juist omdat die persoon die behoefte heeft om erover te praten. En, ja, en dat je dat dan ook kunt zien eigenlijk als iets wat je misschien uit kan stellen. Ja. Wat niet betekent dat je het prettiger hebt. Nee, want misschien nee. Hè, is die zelfmoord wel ja, je verlangen. Ja. Hè, wat natuurlijk moeilijk te begrijpen is. Ja. En als je daar dan niet over kan praten, wordt dat steeds groter in ja. Je hoofd. Ja, ja. Het is natuurlijk taboe. Ja, het is ja. Taboe. Ja, ja. Want als je het goed vindt, wil ik inderdaad nog even terug naar die tijd waarin het dus helemaal nog voor jou voorop stond. Kan je dat achteraf begrijpen in wat voor soort ja, gemoedstoestand je was? Is dat een waan? Is dat een tunnel waar je in zit? Hoe kan het dat je daar zo in zat? Ja, voor mij was het eigenlijk twee verschillende... Het was die ene keer dat ik dus vastbesloten was. Daarna dat ik de suïcidale gedachten had, maar bang was om in die tunnel te komen. Dat ik inderdaad nergens meer over nadacht en maar één punt had. En dat was ook waarom ik, als ik suïcidale gedachten had, om hulp zocht. Want ik wilde niet in die tunnel komen. Mm-hmm. Dat het als een soort vanuit een impuls zou zijn. Ja, oké. En daar heeft dan die ene ervaring je in zekere zin bij geholpen. Ja, die was zeker. Misschien ook wel zo naar ja. Dat je daarvan wel wist van, daar wil ik eigenlijk niet naar terug. Ja, ja oké. Je bent toen gevonden. Wat gebeurde er toen? Ging je toen rechtstreeks naar de GGZ? Of hoe verliep het toen? Nou, ik heb toen in ieder geval heel lang ook nog in het ziekenhuis gelegen eerst. Oké, ja, ja. Dus en het was eigenlijk familieleden moesten komen om afscheid te nemen. Dus, want ik zou de volgende dag niet redden. Dus ik heb het toch gered. Ja, ja, dus je was fysiek toch ook wel heel ernstig ja, aan toe toen. Ja. Dus en daarna ben ik ook opgenomen op gesloten afdeling in Heerenveen. Daar heb ik toen 6 maanden gezeten. Dus en toen zijn ze ook andere behandelingen gestart.
Oké, dan de eetstoornis waar je ook al voor behandeld was. Ja. Oké. En was je daar toen ontvankelijk voor? Want ja, je hebt natuurlijk heel wat meegemaakt. Hoe verliep dat dan? Hè? Dan zit je opeens in zo'n gesloten kliniek. Ik had wel dat die knop was bij mij om. Dus ik wilde op dat moment wel alles proberen om toch weer beter te worden. Ja, okay. Want daarvoor was al ECT's voorgesteld, elektroshockbehandelingen. Ja. En daarvoor wilde ik daar niks van weten. En dat ben ik toen daarna ook gaan doen. Oké. En dat hielp ook? Op dat moment tijdelijk wel, ja. Oké. Maar er was misschien ook nog wel iets anders nodig natuurlijk. Ja. Oké. Je bent een tijd bij de GGZ geweest. Het ging steeds beter met je, ja. Neem ik dan maar aan. En nu ben je ervaringsdeskundige. Ja. Daar zit vast ook nog een verhaal achter. Want hoe ben je dat dan geworden? Ik ben eigenlijk vanaf dat ik zwanger was, ging het steeds beter met mij. En ook gestopt met alle medicatie. En ik had weer een doel in mijn leven. En ik moest de deur uit om voor mezelf te zorgen om eten te halen, want ik was zwanger. Dus ik kwam ook de straat niet meer op en dat soort dingen. Dus het ging steeds, ik had een doel in mijn leven. Dat was voor mij heel belangrijk, ook om 's ochtends op te staan en om door te gaan. En dat heeft mij zoveel gebracht eigenlijk, ook zelfvertrouwen. En dat ik op een gegeven moment moeder was en dat het allemaal goed ging. En toen ben ik op een gegeven moment bij zorgboerderij gaan werken. In eerste instantie als vrijwilligster. Na een maand later kreeg ik een contract als ervaringsdeskundige woonbegeleider. Totdat ik vorig jaar naar de vacature zag voor ervaringsdeskundige bij de GGZ Friesland. En heb ik op gesolliciteerd en ik zit momenteel in het laatste jaar van mijn opleiding. Ja, want om als ervaringsdeskundige werkzaam te kunnen zijn, moet je ook nog wel een opleiding volgen. Ja, zeker. Hè? Ja. Oké. Hey, en kan je ons eens een beeld schetsen van hoe jij dan nu vanuit jouw eigen ervaring andere mensen kunt helpen? Wat kun jij ze aanreiken? Het is een beetje de brugfunctie tussen de hulpverlener en de cliënt. En ik merk ook heel vaak bij cliënten dat het contact in eerste instantie heel makkelijk gaat, omdat ze weten dat ik ook een psychische kwetsbaarheid heb, zeg maar. Mm-hmm. En ja. Oké, dus dat op voorhand heb je, ik zeg maar even, al goede papieren, hè? Zeg maar. Ja. Mensen kunnen zich makkelijk met jou vergelijken en dat opent voor hen dan ook. Ja, het gesprek, zeg maar. Ja, en het biedt ook hoop. En het is natuurlijk niet hoe mijn herstel is gegaan. Een herstelproces is heel uniek en voor iedereen anders. En maar mensen vragen me wel om advies. En hoe heb jij dat gedaan? En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar ik merk wel dat mensen ook wel hoop biedt of perspectief biedt. Ja, oké. Ik ga het ook nog weer even terug in die tijd dat jij er zelf helemaal in vast zat. Waren er toen in jouw omgeving mensen die het konden vermoeden? Want je deed natuurlijk heel erg je best om niets te laten blijken. Waren er mensen die daar doorheen konden kijken? Nee, ik denk, het was juist dat mensen dachten dat het goed met me ging. Ja, ja. Omdat ik zo'n masker op, ik was net op vakantie geweest met een vriendin. En dus ik denk niet dat mensen enig vermoeden hadden. Oké. En toen heeft jou ook niemand een vraag gesteld van Fenna, denk je wel eens aan? Nee. Nee, oké. En als jij nu met mensen praat, heb jij dan bepaalde vragen die je geregeld stelt, die waarvan je weet van, daarmee kan ik mensen tegemoet komen, treden? Nou, als ik een vermoeden heb dat iemand aan zelfmoord denkt of bij bepaalde uitspraken van mensen, dan vraag ik er wel op door. Lex, wat jou? Ja, voel jij dat dan ook beter aan omdat je dat zelf meegemaakt hebt, denk je? Ja, weet ik niet. Of ik dat. Kijk, ik kan me natuurlijk niet verplaatsen in mijn collega's. En ik denk dat ervaring van collega's ook heel veel doet. Ja, ik heb wel eens bij cliënten wel gevoel gehad van, dit is niet helemaal wat jij zegt dat het is. Ja, omdat je ook zegt dat je het met succes kon verbloemen eigenlijk. Ja. Hè?
Dan kan je altijd afvragen van ja, wat zouden we er nou aan kunnen doen? Om dat beter en eerder te herkennen, zodat je, nou ja, je niet meer schaamt of zo om daarover te gaan praten. Of, want je zit, ja, je zit wel klem. En, ja. Het is moeilijk om daarover te beginnen met iemand. Of, ja, zeker. Ja. Wat denk je zelf, Lex? Want jij bent natuurlijk professioneel hulpverlener. Wat mis je? Ja, voel jij soms dat je iets mist? Als je... Nou, dat weet ik niet. Want jij zei net bijvoorbeeld van, hè, je hebt die kwetsbaarheid of zoiets noemde je het. Maar die heeft iedereen, hè? Ja. Iedereen kan in zo'n situatie komen. Ja, zeker. En ik denk ook wel dat veel hulpverleners ook het vermogen zouden moeten hebben. Hè? Ik hoop dat ik dat ook een beetje heb, zeg maar. Hè, om je wel in die situatie te verplaatsen. Ja. Hè? Om in staat te zijn om... Hè? Maar sommige mensen zijn natuurlijk heel goed in staat... Ja, net als jij en veel mensen hier, denk ik, om dat te verbloemen en te verbergen. Mm-hmm. En om andere mensen een masker te maken, hè? Omdat je gewoon niet wil gekend worden of zo. Ja. Dus... En als je vastberaden bent dat je doel is, dan heb je er heel veel voor over om niet te laten merken dat je dat überhaupt in dat eigenlijk de enige uitweg en de enige mogelijkheid is. Ja. Dan ben je ook bang dat andere mensen dat weten, want die gaan je er dan van afhouden. Ja, ja. Dus, zo. Wat mij in jouw verhaal betreft, Fenna, is dat jij je heel erg zelf geholpen hebt. Toen je een keer bij jou die ommekeer had gemaakt, zo beluister ik dat tenminste, toen heb je jezelf op het goede spoor gezet. Hè? Maar kan je daarnaast ondertussen ook iets zeggen van wat kreeg je nou binnen de GGZ aangereikt waar je ook een goed houvast aan hebt gehad? Nou, ik denk op een gegeven moment, want ik had natuurlijk heel veel opnames achter de rug. En dan word je iedere keer uit je thuissituatie gehaald. En nou, ik schaamde me voor mijn sociale contacten dat ik opgenomen was. Mm-hmm. Dus ik liet niemand wat merken of ik liet niet van me horen. Waardoor je ook weer mensen verliest. En ik denk op een gegeven moment dat er bij mij ambulante hulpverlening is ingeschakeld. Dat mij gewoon heel erg geholpen heeft. Gewoon zoveel mogelijk in de eigen situatie. Mm-hmm. Dat je zelf de regie houdt. En het voelde op een gegeven moment ook met die hele herstelbeweging die in de GGZ gaande is geweest. Daar heb ik ook nog een deel van meegekregen. Mm-hmm. Dat je gewoon zelf de eigen regie hebt. Dat het ook veel meer voelt als een samenwerkingsverband met artsen, behandelaren. En dat voelde voor mij ook heel prettig. Ja, ja. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik waardeer het zeer dat jij vanavond jouw verhaal hebt willen doen. Ja, heel erg bedankt daarvoor. Ja. We legden de mensen thuis. Ik zoek de camera op, de camera zoekt mij weer op. Eerder al de vraag voor, de stelling voor. Je kunt iemand met suïcidale gedachten niet tegenhouden. Als het goed is, hebben jullie daar thuis inmiddels allemaal je stem over uitgebracht. Ik nodig nu graag de zaal uit om dat ook te doen. Jullie hebben twee plastic kaarten onder je stoel, groen en rood. En als je het met deze stelling eens bent, inderdaad, suïcide kan je niet tegenhouden. Dan hou je de groene kaart op. En denk je er anders over, dan hou je de rode kaart op. Laat maar zien hoe hier de stemming is. Het is een gemengd beeld. Ik zie betrekkelijk veel rood, maar ik zie zeker ook groen. Interessante uitslag. Online is hij inmiddels ook binnen. En daar is 81% het oneens met de stelling. Nou, dat wijkt geloof ik wel wat af van wat ik hier in de zaal zag. En dat is een interessant gegeven. Ik sluit toch maar even aan bij de mensen die zeggen van... Ik ben het niet met de stelling eens. Ik zie mogelijkheden om suïcide tegen te houden. Dat brengt ons dan nog wel bij de vraag van ja, als het tegen te houden is, hoe doen we dat dan? Ga ik eventjes naar jou, Mirjam. Jij werkt in een gebiedsteam. Daar zitten mensen met heel verschillende deskundigheden, achtergronden, voor wie het vast niet allemaal iets is wat ze heel vaak meemaken. Denk jij dat die door de bank genomen een beetje een idee hebben van hoe kun je nou handelen, reageren op mensen met suïcidale gedachten? Nou ja, in het gebiedsteam, zoals je al zei, zitten heel veel mensen met verschillende achtergronden. En ik heb collega's die komen bij de sociale dienst vandaan of die zijn van de WMO. Dus die even heel kort door de bocht gezegd,
die hadden ervaringen met het aanvragen van een taxipas. En die konden goed woningen beoordelen of er al dan niet een traplift moest komen. Dan is dit wel even wat andere materie, ja. Natuurlijk. Ja. En we hebben allemaal een training gehad. En daar begonnen we met elkaar ook het rondje te maken van wat voor ervaring hebben jullie ermee. Ik schrok eigenlijk wel dat iedereen in de persoonlijke sfeer ook ervaring had met een suïcide. Dan wel van een buurvrouw of iemand in het dorp of in de familie. En eigenlijk stuk voor stuk alle collega's hadden die ervaring wel. Dus, okay. Dus in die zin is het dichtbij. In die zin is het heel dichtbij. Ja, maar daarmee heb je misschien nog niet altijd het handelingsrepertoire te pakken van hoe kan ik daar dan... Ik denk, ja, we noemen dat dan met zo'n mooi woord handelingsverlegenheid mm-hmm. natuurlijk, dat die er heel erg was. Okay. Ja, want ja. Het is wel een heel spannend onderwerp. Ja, ja. Ja. We gaan straks nog meer horen over die training. Maar ik stel nu graag eerst nog een vierde gast aan u voor. En dat is Martin Steendam, klinisch psycholoog, werkzaam bij GGZ Friesland. En daar al jarenlang volop bezig om suïcide te voorkomen. En daar ook projecten voor te leiden. Zoals het project Geen Suïcide. En Martin neemt ons mee in de mogelijkheden die er zijn om mensen met suïcidale gedachten te behandelen. Martin Steendam, aan jou het woord. Katja, dank je wel voor de uitnodiging om hier iets aan jullie te mogen vertellen in dit GGZ-college. En ik wil graag beginnen met een vraag aan jullie allemaal, zoals jullie hier zitten. De vraag, wie van jullie is wel eens zo in paniek geweest, heeft wel eens zo klem gezeten, dat hij de gedachte kreeg, ja... Voor mij hoeft het leven nu niet meer. Ik zou wel dood willen. Ik zou er wel een eind aan willen maken. Jullie hoeven niet allemaal te reageren. Je mag ook gewoon in jezelf reageren. Ik zie sommige mensen reageren. Wat je ziet, deze vraag die kan je aan iedereen stellen. Ik heb aan jullie allemaal gesteld. Ik heb me niet afgevraagd van, zijn jullie suïcidaal? Het is een vraag die iedereen kan stellen. Maar die je natuurlijk bij met name wil stellen aan mensen die klem zitten. Mensen die klem zitten, daar zou je graag contact mee willen maken. We hebben het van Fenna net al gehoord. En dat is niet zo makkelijk. Contact maken, daarmee heb je gelijk de boodschap van dit college te pakken. Daar gaat het om. Vragen stellen, wil je dood? Ben je zo wanhopig? Wil je er een eind aan maken? Je kunt het gewoon vragen, wees er niet bang voor. Wat je niet moet doen, om dat gelijk ook maar even te zeggen. Ga niet geruststellen. Ga niet zeggen, het komt wel goed. Ga niet zeggen van, nou ja, dat heeft iedereen, of ach, je hebt toch kinderen, kun je niet maken, of wat dan ook. Nee, doe dat vooral niet. Maak contact, luister, heb empathie, leef mee. En waarom is dat nou zo? Want je kan zeggen, ja, dat is ligt voor de hand om zo contact te maken mensen. Maar waarom is juist bij suïcidepreventie dat zo belangrijk? Nou, eigenlijk hebben we het al een beetje gehoord. Dat is namelijk een eerste kenmerk van wat suïcidaliteit inhoudt. Dat het iemand zich niet langer verbonden voelt met de ander. Dat gevoel is weg. Er komen gedachten als van, het is voor anderen beter als ik er niet meer ben. Wat hebben anderen nou aan mij? Ik kan er net zo goed niet zijn. Nou, dat thema van onverbondenheid is een eerste centrale kenmerk van suïcidaliteit. Dat maakt dus extra belangrijk. Hè? Daardoor maken mensen geen contact, suïcidale patiënten. Fenna gaf het net aan. Maar daardoor maakt iemand geen contact met de hulpverlening. We zeggen, nou ja, dat geeft niks, dan doen wij dat wel. Dan gaan wij contact maken met mensen. En dan is er iets bijzonders, want vaak doen wij het ook niet zo makkelijk. En dan blijken er meerdere barrières te zijn waarom wij geen contact gaan maken met mensen. Ik zal er een paar noemen. De eerste is, mensen zeggen nog eens, ja, dat is wel een gevaarlijke vraag. Stel je voor dat ik iemand vraag of je dood wil... Ja, straks breng ik een ander die een beetje klem zit nog op een idee. Ik wil niet bijdragen dat hij zich nog rotter gaat voelen. Nog wanhopiger. Ik vind het een beetje eng. Ik stel die vraag liever niet. Dat is een eerste hindernis in onszelf waarom we die vraag soms niet stellen. Een tweede kan zijn dat je zegt, ja, helpt dat nou wel? Ik kan wel zo'n vraag stellen, maar alsof dat helpt. Iemand die er een eind aan wil maken, ja, die doet dat toch wel. Wat heb ik nou toe te voegen? Heeft het wel zin? Nou, het blijkt wel degelijk dat het zin heeft. Daar is heel veel literatuur over. Ik wil u één iemand noemen. Kevin Hines is een Amerikaan, een Canadees, die ooit van de Golden Gate Bridge is gesprongen.
voor de mensen die het weten of er iets over gelezen hebben. Als je daarvan afspringt, dat is hetzelfde als dat je van de 13e verdieping van een flat springt. Je valt gewoon te pletter op het water. Alle mensen die van die brug springen, komen om. Allemaal, behalve ongeveer 1 of 2% die toevalligerwijs het overleeft. Kevin Hines was zo'n man. Hij heeft het overleefd. En inmiddels is hij pleitbezorger van suïcidepreventie en contact maken. En hij en een paar anderen die het overleefden, die zeiden, al was er maar 1 iemand op die brug geweest die mij aangesproken had toen ik daar liep. En zei, mag ik vragen hoe het met je gaat? 1 iemand die contact met mij zocht. Er lopen heel veel mensen over die Golden Gate Bridge. Dus het heeft wel degelijk zin. Hij is niet voor de 2e keer gesprongen. Hij is nog steeds een pleitbezorger van suïcidepreventie. Een 3e iets is, wat mensen als barrière zien. Ik heb geen opleiding ervoor, dat is toch voor hulpverleners? Maar je kan het wel leren. Het is heel eenvoudig te leren met gatekeeper training of andere trainingen. Om gewoon de vraag te stellen, te luisteren, belangstelling te tonen. Als je maar de drempel overgaat. En een laatste, een 4e reden waarom we het soms niet doen. Is dat we zeggen, hebben we het recht wel? Ieder ander mens heeft toch het recht als die een eind aan zijn of haar leven wil maken. Daar ga ik toch niet over. Ja, maar als iemand nou van dat recht gebruik maakt, niet zozeer omdat hij zo gezond is en alles overziet, maar omdat hij ziek is. Is het eigenlijk wel dan een recht? Of is het dan in feite iets vanuit een brein wat verziekt is, wat het geheel niet meer goed overziet, dat iemand een eind aan zijn leven wil maken? Dus die 4 barrières laten we die overwinnen en contact maken. Wat gebeurt er dan? En dan komen we tot een 2e centrale kenmerk bij suïcidale mensen. Behalve dat ze zich onverbonden voelen, is er vaak een immense wanhoop. Het probleem wat zij te dragen hebben, is te groot. Hoe ontstaat dat? Hoe kan dat gevoel ontstaan van zo grote wanhoop? Meestal is er sprake van een stapeling van gebeurtenissen, verlieservaringen, dingen die krenken, dingen die pijn doen, die onverbondenheid. En dat kan zo groot worden, iemand het gevoel heeft, dit kan ik niet meer oplossen. Misschien heeft iemand zijn bedrijf verloren en dacht, ik bouw een nieuw bedrijf. Maar toen bleek, behalve dat hij het bedrijf verloren was, dat hij ook persoonlijk aansprakelijk was. En zijn huis was ineens weg. En zijn vrouw, die toch al langere tijd minder goed met hem op kon schieten, die zei, ik trek het niet meer, dit wil niet zo tussen ons. En zijn vrouw gaat weg. En je kunt je een beetje voorstellen, want al die gebeurt zich opstapelen en iemand steeds meer het gevoel gaat krijgen van, dit gaat me niet lukken. Ik kan wel een bedrijf, maar dit gaat me nu niet meer lukken om weer een nieuw bedrijf. Het is te groot, het is te veel, ik kan dit niet dragen, ik kan het niet oplossen. En er komt vaak bij, ik kan het zelf niet oplossen, die wanhoop. Maar als ik jou vraag, of jou, of naar de hulpverlening, of de huis, wat kan die eraan doen? Die geeft mijn bedrijf niet terug, die heeft geen geld om de schulden af te lossen, die kan mij niet een nieuwe partner geven, die kan dat gevoel binnen in mij niet wegnemen. Dat blijft. Ja, het gevoel gaat wel een keer weg. Ja, wanneer gaat het weg? Ja, als ik doodga. Ergens gaat het natuurlijk wel stop. Maar het is zo ondraaglijk. Ik kan niet wachten dat het weggaat tot die dood. Het moet weg. Dit is ondraaglijk. Hier valt niet mee te leven. En langzamerhand komt iemand in een tunnel, in een fuik. Die wanhoop wordt zo groot. Die onverbondenheid, het eerste kenmerk, zo sterk. Iemand zegt, er is nog maar 1 ding wat rest. Die pijn moet stoppen. Daarmee heb ik in het 2e kenmerk zit gelijk een ander belangrijk iets. Die wanhoop. Dus mensen willen vooral de pijn stoppen. En dus onthoud dat goed, suïcidale mensen willen niet dood. Dat is een beetje gek, want je zegt, dat is toch hetgene wat zij willen. Dat is toch hetgene wat ze zoeken, waar ze zich voorbereiden. Als je mensen daarna vraagt, wat was de reden voor de suïcidepoging? Want die mensen kan je dat vragen. Dan is niet het eerste dat ze zeggen, ik wilde zo graag dood. Ik wou dat dit stopte. Ik werd gek van dat piekeren, ik werd gek van die pijn. Ik wist niet hoe ik het op moest lossen, ik sliep niet. Dit was te groot, moest afgelopen zijn. Deze 2 kenmerken van patiënten, onverbondenheid en die wanhoop, zijn er groot. Wat kan de professional eraan doen in behandeling? Nou, eigenlijk voor de professional begint het hetzelfde als met waar ik de vraag met jullie begon, contact maken. In de richtlijn die in 2012 is uitgekomen voor alle mensen die werkzaam zijn in de zorg of als huisarts of wie dan ook. Daar staat, wat is het eerste wat je moet doen, is contact maken. Dat is het eerste.
tweede waar professionals op letten is op veiligheid. Want je moet natuurlijk wel een voldoende veilige omgeving voor mensen hebben, dat je ook een behandeling kan uitvoeren. Vervolgens kun je natuurlijk gaan kijken naar therapieën. Suicidaliteit is over het algemeen iets wat je eerder behandelt met gesprekstherapie, psychotherapie, dan met medicijnen. Natuurlijk is het ook zo dat iemand die suicidaal is, daarnaast soms allerlei andere klachten heeft. Iemand kan depressief zijn. Iemand kan psychotisch of in de war zijn. Iemand kan verslavingsproblemen hebben of persoonlijkheidsstoornis. Dus ook al die andere problemen moeten goed en zorgvuldig behandeld worden met therapie, medicijnen, het hele palet wat de GGZ heeft. Tegelijk let de GGZ er wel op dat de focus heel erg moet zijn ook op dat contact maken en op aandacht voor de suicidaliteit. Daarna vragen, daarover spreken. Dan zit de GGZ alleen met een probleem. Dan zegt van dat is wat de GGZ kan doen. Het eerste probleem is de GGZ is daar lang niet altijd succesvol in. Laten we daar ook helder over zijn. Lex noemde net even van ik ben benieuwd hoe de cijfers zijn. Iets minder dan de helft van de mensen in Friesland, van de 90 mensen in 2016 die zich gesuicideerd heeft, was op dat moment in behandeling bij de GGZ. Maar dat betekent dus, hè, dus de helft erbuiten, maar dat betekent die iets minder dan de helft. Daar heeft de GGZ samen met de patiënten dus niet kunnen voorkomen dat mensen een eind aan hun leven maakt. Dus ook de GGZ is niet bij machten om altijd het tij te keren. Maar we hebben nog een ander belangrijk probleem. En dan komen we langzaam ook weer bij jullie uit. Dat is namelijk, de GGZ kan willen behandelen. Die kan zeggen, oké, we weten dat dat contact maken belangrijk is. We weten dat het in gesprek komen, het contact maken met die wanhoop belangrijk is. Het opheffen van die verbondenheid belangrijk is. Maar als de mensen nou niet bij ons komen, want dat is een groot verschil. Iemand met hartklachten, die heeft een stoornis, die heeft een kwaal waar die dood aan kan gaan. Dat weten we allemaal. Als ik naar mijn hart zou grijpen nu en ik zou hier neervallen, iedereen weet gelijk wat hij doen moet. Actie. Als ik thuis wat klachten zou hebben, zou thuis ook gelijk gezegd, we moeten even naar het ziekenhuis of je zegt het zelf voor een controle. Wat gebeurt er met suicidale mensen? We hebben het net gehoord. Mensen houden soms hun mond. Ga er niet over praten. Laat staan dat ze hulp zoeken. Soms indirect, in de zin van dat ze wel bij de huisarts langs gaan. We weten dat een groot deel van de mensen bij de huisarts langs gaat. Maar dan praten ze over hun slaapklachten. Of over hun piekeren. Of dat de laatste tijd met het werk niet zo wil. Ja, en dan is het dus belangrijk, en daar komen wij met z'n allen weer in beeld, dat mensen leren doorvragen. Daar zijn gatekeeper trainingen voor gemaakt. Dat woord kwam net al even te sprake. Wat is nou een gatekeeper? Een gatekeeper is een professional. Is iemand in de omgeving van iemand die kan helpen dat iemand die suicidaal is, dat je daarmee gaat praten. Want als wij niet bij die persoon zijn, die ander is dat wel. Die kan misschien zeggen, hoe gaat het met je? En denk je misschien aan de dood? En wil je er met mij over praten? En dan kan die gatekeeper worden. En een gatekeeper, luister even naar het woord, dat is iemand die een deur kan openen. Een deur naar hulp. Een deur die iemand die suicidaal is niet langer ziet. Die ziet alleen maar die ene deur aan het eind van de tunnel, de dood. Dat is wat de gatekeeper doet. En dat is hetgene wat in projecten hier in Friesland gebeurt. En je zou, als het heel kort samenvatten, kunnen zeggen, wij willen niet dat mensen in eenzaamheid en wanhoop een eind aan hun leven maken. En daarvoor zou ik jullie willen zeggen, doen jullie mee daaraan? Marty Steenam, dank je wel. Nou, welkom ook hier aan deze tafel. Ja, jij gaf al aan hoe belangrijk het is dat mensen in de omgeving van een persoon met suïcidale gedachten, dat die oplettend zijn en dat die het gesprek ook openen. En daarmee mensen hopelijk ook de weg laten vinden naar de GGZ en naar professionele hulpverlening. Ik neem jullie graag even mee in vraagsuggesties die inmiddels binnengekomen zijn. Hè, op wat we in het begin van de uitzending vroegen aan de kijkers thuis. Hoe zou u nou het gesprek openen met iemand waarvan u vermoedt dat hij uit het leven zou willen stappen? Ik lees er één voor.
Ik zou vooral vragen hoe ik deze gedachten zou kunnen veranderen. Ik zou er alles aan doen om degene vooral het positieve te laten ervaren. Martin, als jij deze suggestie zo beluistert, wat zeg je dan? Is dat een vraag waarmee je een goede opening creëert? Nou, ik snap het verlangen heel goed. Hè. Dus wat deze persoon denk ik heel helder aangeeft, is wat we zelf allemaal het liefste doen. Mm-hmm. Wij willen suïcide niet, wij willen de pijn bij de ander niet. En dus het liefst, hoe sneller die gedachte weg kan zijn, hoe beter. Maar er zit een groot risico in. In dat willen geruststellen, in dat juist naar de positieve kant gaan, zeggen we eigenlijk een beetje, die andere kant, die willen we liever niet horen. En dat is nou juist hetgene wat wel gehoord moet worden. Mm-hmm. Dus in die zin vind ik het uiteindelijk wel een risicovolle reactie. Dan zou ik zeggen, niet doen. Oké, duidelijke taal. Een tweede suggestie die gedaan wordt. In hoeverre heb je al plannen gemaakt en hoe zien die eruit? Verna, met jouw ervaring, wat vind je van deze vraag? Ik denk dat het wel duidelijk maken voor de hulpverlener. In hoeverre de persoon al na heeft gedacht. Mm-hmm. Over ja, zijn plannen om suïcide te plegen. Mm-hmm. Hoe concreet alleen, dat voornemen ja, al is. Of het alleen bij gedachten blijft, of dat er al concrete plannen zijn gemaakt. Oké, okay. Ja. Goed, ik heb zelf het gevoel dat er nog wel iets achteraan moet, want heb je je koffers al gepakt? Ik bedoel, zo klinkt het een beetje. Hè? Hoe ver ben je al? Goed. Maar is wel een goede vraag, toch? Of niet? Ja, ik vind het een goede vraag. Ja, ja. Oké, okay. Ja. Goed. Je kunt je voorstellen, stel je voor dat je de vraag niet zou stellen. Dus je vraagt alleen maar, ben je suïcidaal? Ja. Of ben je wanhopig? En ondertussen heeft de ander thuis een touw klaargelegd. Ja, ja. In de schuur. Wat de partner niet weet. Maar als die daar zit en met jou praat, zal hij misschien de hele tijd aan dat touw denken. En zit maar half naar jou te luisteren. Ja, okay. Dus je mist ook een stukje contact als je niet concreet naar vraagt. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben overtuigd. Ja, ja, dankjewel. En een derde die ik jullie voor wil leggen is, denk je wel eens aan zelfdoding? Zou je daar iets over willen vertellen? Mirjam, wat denk jij van deze vraag? Ja, ik vind het een hele goede vraag. Het is wel een hele spannende vraag ook natuurlijk om die te stellen. Ja, want hij is wel gelijk. Stel je voor dat ze ja zeggen. Ja. Hè? Dat is natuurlijk, en dan? Ja. Wat moet je dan? Maar ik vind het een goede vraag, want je benoemt het dan heel concreet. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik nu ook maar naar jou, want jij hebt dus die gatekeepers training gevolgd. Ja. Martin noemde dat al even. Daar zal vast ook aan de orde zijn gekomen van, dan heb je een goede beginvraag gesteld en dan komt er een antwoord. Ja. En stel je nu voor dat het antwoord is ja. Ja, stel je voor als het antwoord is ja, wat moet je dan? Ja. Nou ja, dat hebben we inderdaad bij de gatekeeper training besproken. Ik denk dat je de grootste drempel als hulpverlener of als professional al hebt gehad door de eerste vraag te stellen. Hè, wat ik net zei, dat is een hele moeilijke. Dus dan heb je de grootste drempel al gehad. En vervolgens, als je dan met iemand in gesprek bent, en ik denk dat het erom gaat dat je oprecht met aandacht voor mensen hebt. En dat je dat door zo'n vraag overbrengt. Die oprechte aandacht is denk ik heel erg belangrijk. En dan proberen om samen te kijken. Nou, Venna noemde het ook al een keer van de eigen regie. Is eigenlijk heel erg belangrijk samen te kijken van, goh, als deze gedachte er dan is, van wat zullen we daar samen in optrekken? Ja. En hoe kan ik je daarbij dan ondersteunen? Ja, oké. Okay. Nou sla ik het begin eigenlijk een beetje over. Want ik stel me zo voor dat jullie in die training eerst maar eens begonnen zijn van, waar moet je naar kijken, waar moet je op letten? Hè? Want ja. Met wie begin je hierover? Ja. Wanneer is er nu aanleiding om zo'n soort vraag te stellen? Ja. Nou ja, degene die ik begeleide, daar was het wel duidelijk. Die barstte in tranen uit en ik zie het helemaal niet meer zitten. Nou ja, dan is het eigenlijk een soort van inkoppertje natuurlijk. Mm-hmm. Het lastige is als je denkt van, ik weet het niet, om het dan te benoemen. Hè? En wat heel erg in de gatekeeper training naar voren kwam, en ook bij de collega's die dit spannend vonden, van, dat is wat Martin ook al noemde, van, oh jee, zometeen als ik erover begin, dan brengt ze misschien wel op ideeën. Mm-hmm. Nou, dat dus niet zo is. En ook als je dan dus niet directe signalen hebt, dat je dan toch wel, als je gevoel zegt van, ik vertrouw het gewoon niet, ik heb een niet-pluisgevoel, dat je er best naar kan vragen.
Want die schroom die jij wat benoemt, hè, van hoe als je ernaar vraagt, dan roep je het als het ware op. Die hoeft er dus eigenlijk niet te zijn. Het is niet gevaarlijk of riskant om de vraag te stellen. Nee, mensen denken dat wel. Zo van, nou, als ik erover begin, dan breng ze op ideeën. Dat moet ook maar niet. Nee. Ja? Oké. Dus dat is misschien wel goed om even te onderstrepen. Het kan geen kwaad om de vraag te stellen. Nee. Het schaadt niet, zeg maar. Nee. Nee, oké. Kan je nog toch iets meer zeggen over aanleidingen, signalen om de vraag te stellen? Hey, jij noemt van een niet-pluisgevoel. Ja, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel situaties die wij met name vanuit het werk in het gebied zien tegenkomen, die uitzichtloos zijn voor mensen. Hè? Ja, nogmaals, Martin noemde het ook al, maar iemand die in een vechtscheiding zit, die zijn kinderen niet meer mag zien, iemand met torenhoge schulden, iemand die zijn baan verloren heeft. Dat zijn allemaal situaties waar je alert moet zijn. Ja, dan zijn er gewoon feitelijke omstandigheden die je kunt noemen als risicofactoren. Ja. Ja. We zagen in dat filmpje ook, hè, een aantal risicofactoren. Dus dat is een eerste indicatie van, het is misschien goed om erover te beginnen. Ja. Komt het ook wel voor dat als je de vraag stelt, dat mensen het er niet over willen hebben, dus dat de schermpjes dicht blijven? Dat komt ongetwijfeld voor, maar ik heb hem zelf niet zo even 1, 2, 3 voor ogen. Nee. Kan jij er misschien wat over zeggen, Martin? Is dat vaak een barrière die je tegenkomt? In het verhaal van Fenna, mensen waren er niet doorheen gebroken bij jou, hè? Nee, hoe goed de vraag ook was geweest? Niet, nee. Maar later wel. Later wel, ja. Maar ik kan me dus voorstellen dat soms inderdaad de schermpjes echt goed dicht zitten. Ja, nee, dat is ook zo. Dus wat je in een gatekeeper training leert, is wel hoe je een vraag kan stellen. Je leert je onzekerheid kwijtraken. Hè, van breng ik geen schade toe aan de ander. Je hebt niet een recept in handen voor 100% succes. Nee. Dus mensen kunnen inderdaad besluiten niet. Nou, dat hoeft niet te betekenen dat je per direct dan met je vraag stopt. Het kan ook wezen dat je zegt, nou, ik begrijp dat je het heel moeilijk vindt erover te praten. Kunnen we een manier vinden waarop dat wellicht misschien wel kan? Want het zou ook naar zijn als je in je eentje met die vraag blijft tobben als die er wel is. Mm-hmm. Want dan moet je een moeilijke klus in je eentje doen. En wij doen als mensen moeilijke dingen liever samen. Mm-hmm. Nou, dan kun je kijken of je langzamerhand iemand zo vertrouwen kan geven, dat hij zegt, ja, ik wil er toch wel iets over kwijt. Mm-hmm. Of ik wil er iets over kwijt als iemand anders erbij is. Ja. En dus dan probeer je iemand te helpen. Ik denk dat er ook een valkuil is. Hè? Misschien ook wel goed om daar eens over na te denken. Van, hè, veel hulpverleners die zitten natuurlijk met het probleem dat ze zich verantwoordelijk voelen voor, hè, het leven van hun patiënten. En die hebben dan een soort reflex, de hulpverleningsreflex zou je kunnen zeggen. Ja. Als iemand zich suïcidaal uit, ook al is het maar een beetje, hè, dan moet er iets gebeuren. Ja. En die reflex is eigenlijk ook, denk ik, heel gevaarlijk. Want als een patiënt het gevoel krijgt, hè, dat iemand meteen over hem heen zal gaan met allerlei maatregelen waar hij niet op zit te wachten, dan zal hij schuwer zijn, hè, om werkelijk te vertellen over zijn beweegredenen. Dus ik denk ook dat het heel goed is om niet in die reflex, hè, een soort valkuil, om niet in die reflex te komen. Je kunt altijd nog bedenken, hè, van kan deze persoon, ja, kan die zijn eigen situatie overzien? Weet hij wat zijn handelen betekent? Hè? Zolang iemand beseft wat de consequenties zijn van bepaalde dingen, dan is hij ook nog een beetje verantwoordelijk voor zijn eigen situatie. Hè? Dat zei jij ook net, hè? Van stukje meer eigen regie. Ja. Hè? En ik denk dat het heel belangrijk is om mensen in hun waarde te laten, zelfs in zo'n knelsituatie, hè, waarin het heel moeilijk misschien is om. Maar dat zijn wel dilemma's waar je samen met je patiënt moet proberen uit te komen. Ja. Zonder dan in die reflex te komen. Hè? Dus dat kan je ook wel bespreken. Je kan ook wel zeggen van, nou, ik maak me toch wel veel zorgen. Misschien doe je wel iets wat je helemaal niet wil. Ja. Hè? En nou, dan krijg je wel weer een antwoord, hoop je dan. Als je dan een raar antwoord krijgt, of een antwoord waardoor blijkt dat iemand totaal niet in staat meer is om nog afwegingen te maken, kan je altijd nog denken van, nou, ik ga toch nu iets doen. Hè? Ja. Dus. Mm-hmm. Nu benoem jij eigenlijk iets, hè, wat je als hulpverlener niet zou moeten doen,
ook niet alleen hulpverleners, maar iedereen die er op de een of andere manier mee te maken kan krijgen. Je kan het ook als buurvrouw of weet ik veel wat, hè, kan het op je weg komen. Zijn er meer dingen die je niet moet doen? Ja, je gaf ze pas al even aan, hè, van probeer niet de gedachten uit te bannen door de leuke positieve ervaringen overheen te willen doen. Zijn er meer don'ts, dingen die je... Nou ja, wij hebben natuurlijk heel veel met naast ook met de buren bij wijze van spreken te maken. En wat ik wel tegenkom is dat mensen heel snel reageren van, nou joh, niet zo zeuren, schop onder je kont en dan gaat het wel weer. Dat is ook niet zo handig. Nee, nee. Of vaak wel uit de omgeving en misschien in Harlingen nog iets vaker. Ja, maar, die gedachte had ik eigenlijk ook, ik spreek het niet uit, dacht ja. ik, maar ja, ja. Ja. Oké, okay, ja. Dus inderdaad niet een schop onder de kont mentaliteit. Want daarmee verklein je het probleem eigenlijk ook. Hè, van dat het, nou, ja, je neemt het niet serieus nee. dan, denk ik. Nee. En dat is natuurlijk sowieso lastig in de psychiatrie. Dat mensen vinden het hartstikke moeilijk sowieso om over psychische problemen te praten. En het ook te accepteren. En dit is dan nog wel weer een paar graadjes erger natuurlijk. En ik merk echt zo vaak dat mensen zeggen van, ah joh. Niet zo chanteren, huppakee. Oké. Okay. Ja, of inderdaad mensen nog meer een schuldgevoel aanpraten. Door te zeggen, ja, maar dat kan je niet maken. Mm-hmm. Want nou, je kinderen of je familie of je vrienden. En iemand voelt zich al van te veel op deze wereld. Ja. En die heeft dat gevoel dat hij iedereen tot last is. Dus ja, dan maak je dat gevoel eigenlijk alleen nog maar sterker. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Misschien dan nog iets hè, over, dan, je hebt de vraag gesteld, mensen komen met een antwoord. Nou, ik beluister heel erg, blijf in contact. Valt daar nog iets meer over te zeggen? Want moeten we toch zo snel mogelijk proberen mensen naar de GGZ te krijgen? Of hè, zoals je bij hartklachten echt de ambulance belt en hoppa linea recta. Wat past hier? Ja, ik denk wel degelijk, zeg maar, suicidaliteit is, het begint met contact maken. Maar contact alleen zal in veel gevallen de suicidaliteit niet oplossen. Dus ik denk het ook goed is als je contact gemaakt hebt, dat je gaat kijken of je mensen kan toeleiden, kan verwijzen naar adequate hulp. Nou, de eerste stap is voor veel mensen natuurlijk de huisarts. En in overleg met de huisarts kan gekeken worden welke GGZ-zorg verder ingeschakeld moet worden. Mm-hmm. Maar ik denk dat je daar een goed punt hebt. Ja. Ja. Nou, is er ondertussen nog iets zeggen? Want, ja, tuurlijk, ja. Ik heb met die mevrouw die ik begeleide, hebben we een veiligheidsplan of een signaleringsplan opgesteld. Ook in samenspraak met de huisarts. Ja. Maar ik heb onder andere ook 113 online erbij ingezet. En dat hebben we ook in de gatekeeper training hebben we daar over gehad. Ik ben met die mevrouw, voordat de nood zo hoog zat, ben ik gewoon 113 gaan bellen. Op de speaker gezet en hebben samen dat gesprek Prachtig. Aangegaan. Ja. En het was voor haar echt zo van, oh jeetje, ja. Goh, wat een aardige vrouw aan de andere kant van ja. de lijn. Nou, als de nood dan aan de man is, dan durf ik die wel te bellen. Ja. Ja. En dat kan gewoon thuis, ja. hè, daar hoeft niks voor buiten de deur te gebeuren. Nee. Is heel erg heel voorhanden. Heel drempelig, ja. 0900-113 en je krijgt zomaar iemand aan de telefoon. Ja, helemaal goed. Want Martin nog eventjes, en Lex misschien ook wel, allebei GGZ Friesland. GGZ Friesland is niet altijd onmiddellijk beschikbaar. Daar zijn soms lange wachttijden voordat mensen daar werkelijk terecht kunnen. En dat kan dan toch wel een probleem zijn? Ja, kijk, ook bij GGZ Friesland wordt natuurlijk altijd wel gekeken of het kan wachten of niet. Hè? Wat dan triage heet. Dus er wordt altijd bij het begin wel een inschatting gemaakt. En ook als er wachtlijsten zijn, ja, iemand zal niet op een wachtlijst komen als die per direct hulp nodig heeft. Mm-hmm. Dus wordt bij het begin een getrachte inschatting te maken, samen met een huisarts, samen met een patiënt, bij voorkeur samen met familie, van ja, kan iemand wachten op die behandeling? Wat moet er in de tussentijd gebeuren? Hè? Want wachten betekent ook niet altijd niks doen, maar dat kan ook betekenen dat je een plannetje maakt hoe je de wachttijd overbrugt. En in sommige gevallen zal er per direct gehandeld moeten worden. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, dus dat beeld van er zijn ontzettend wachtlijsten, dat is genuanceerder. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik wil nog een laatste punt ter sprake brengen en dan moeten we er ook alweer mee ophouden. Je zult toch ook wel tegenkomen dat mensen werkelijk een doodswens hebben en werkelijk een einde aan hun leven willen maken. Is het dus ook een punt soms om te zeggen van, dit willen we ook niet meer tegenhouden? Maar wat bedoel je met werkelijk?
Ja, dat is een goede tegenvraag. Ja, je bedoelt waarschijnlijk goed overwogen. Ja. Dat noem je wel eens een balanssuïcide of zo. Maar het is altijd wel heel moeilijk om dat te bepalen. Natuurlijk, een goed hulpverlener probeert dat met zo iemand wel te doen. Van, hoe denk je er dan over? Hoe ben je daartoe gekomen? Wat zijn je afwegingen dan? Zijn er echt geen uitwegen meer? Ja, en dan krijg je antwoorden. En dan kom je tot de conclusie soms. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, oude mensen misschien ook, die heel veel verloren hebben, voltooid leven, die kwestie, dat je daar toe komt. En ik vind dat ieder mens is daarin anders. Dus komt het voort uit een psychopathologische toestand, dat iemand niet meer in staat is om goed na te denken, dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Dus ik dat is wel meestal het geval. Dat is meestal het geval. Maar niet altijd. Nee. Schattingen zijn dat misschien 5% van de suïcides, dat er dan sprake is van een balanssuïcide. Waar je zegt van ja, dat is niet meer die psychopathologie die die suïcide in gang zet. Maar in de meeste gevallen zie je dat iemand structureel aan die suïcidale gedachten die wanhoop heeft, dan op een gegeven moment in die impuls komt. Die misschien van een kort moment is of van een week, de voorbereiding treft en de suïcide. En tegelijk, als iemand die periode weer door zou zijn, kan het ook wezen dat de suïcidaliteit weer zakt. Ja, ja. En een heel sprekend iets misschien nog even aan te halen. Joost Zwageman heeft zich gesuïcideerd. Een vriend van hem die hem goed kende en die een paar dagen later een lezing moest houden en daar iets over zei van, ik denk als we Joost nu zouden kunnen spreken, zouden we nu al spijt hebben wat hij een paar dagen geleden gedaan heeft. Ja. En laten we dat vooral goed vasthouden. Mensen zijn vaak ambivalent tot de dood. Ja. Tot de dood blijven ze ook denken, wil ik leven, wil ik dood. Ja. Ja. En laten we vooral dat proberen en daarmee in contact te komen. Ja, zeker. Okay. Ja. En dan de mensen die allemaal een rood kaartje hadden in de zaal. Hè? Ja, ja. Daar ben ik een beetje makkelijk overheen gegaan misschien. Maar jij dat nog even... Nou ja, ik denk die mensen, daar voel ik ergens ook wel een beetje voor. Hè? Want als je echt definitief hebt besloten om er een eind aan te maken, dan is het ook niet makkelijk om iemand op andere gedachten te brengen. Ja. Het wil misschien niet zeggen dat al die mensen met een rood kaartje dachten van nou, we gaan het ook niet meer proberen. Ja, 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 nee, precies. Ja. Maar het is wel een weerbarstig probleem. Ja. Zeker. Want zelfs al, want dat, ook dat probleem van als je dan weet dat iemand zulke gedachten heeft, dan komt vervolgens pas het verhaal van ja, hoe haal je hem uit die situatie? Of hoe kan je hem daarbij helpen om daar zelf een uitweg weer in te zien? Ja. Dat is natuurlijk... Ja, dat is wel weer een nieuw probleem. Ja. Hè? Ja. Dat ook niet zomaar op te lossen. Nee. Nee. Maar goed dat je dat ook nog even aangekaart hebt, Lex. Ja. Ja. Nou, daarmee zijn we wel door de tijd van dit college heen. Ik kan me voorstellen dat u door deze bespreking denkt, ik wil hiermee verder. Ik wil misschien ook wel een gatekeepers training volgen. Of ik wil weten wat er aan andere mogelijkheden is om toch mijn eigen handelingsmogelijkheden ook te vergroten. Meld dat dan eventjes op info@ggzcollege.nl. Dan levert dat wel weer op mogelijkheden, suggesties waar u terecht kunt voor trainingen, cursussen of wat dan ook. Ik wil mijn gasten aan deze tafel heel erg bedanken voor hun inbreng. Ik zeg tegen jou nog even, Fenna, in het bijzonder, want het was echt een heel persoonlijk verhaal wat jij hier wilde delen. Ja. Dank daarvoor. Ja. Dank voor uw aandacht thuis hier in de zaal. Ik meld ook vast eventjes dat we op 23 januari een volgend GGZ-college hebben. En dat gaat over adolescenten in de psychiatrie. Nou, wie weet bent u er dan ook weer bij. Voor nu nog een hele fijne avond. Dank u wel. APPLAUS